Deze film gaat over het klonen in Lightroom. Op zich is deze foto prima. Totdat ik inzoom. Ik heb mijn foto graag perfect. En je ziet dat hier toch nog kleine imperfecties in de huid zitten. Op zich is daar niks aan te doen. Dat is nou eenmaal gewoon een menselijke eigenschap. Maar je kunt dat gewoon nog prima aanpakken in Lightroom. En dat kun je doen door te klonen. Lightroom noemt dat gereedschap echter geen kloongereedschap, maar vlekken verwijderen. En dat vind je hier. En je hebt in eerste instantie drie hele simpele dingen: je hebt de grootte, de doezelaar en de dekking. Nou, op zich spreekt het wel voor zich. Je hebt natuurlijk gewoon je kwast, waarvan je de grootte kunt bepalen. En met de doezelaar bepaal je de zachtheid aan de randen. Zet je hem op 0, dan heb je een kwast met harde randen. En zet je hem op 100, dan is hij gewoon lekker zacht. En de dekking, dat bepaalt natuurlijk gewoon of hij maar een heel klein beetje actief is. Of dat hij heel veel doet. Nou, ik laat hem in principe altijd gewoon lekker op 100 staan. En dan heb je hierboven klonen en retoucheren. En ik zet hem in eerste instantie gewoon even op klonen. En ik pak een grootte van, in dit geval, rond de 48. Nu kun je aan de slag. En het enige wat je eigenlijk hoeft te doen, is gewoon heel simpel aan te geven van hey Lightroom, dit moet jij weghalen. En ik teken daar bijvoorbeeld overheen. En je ziet wat er gebeurt. Hetgene wat ik net getekend heb, dat is een rondje met een witte cirkel. En hetgene waar hij het uit heeft gehaald, dat heeft een iets lichtere cirkel. En het enige wat hij eigenlijk gedaan heeft, is uh, de inhoud van de ene naar de andere kant getransporteerd. En als je erboven gaat staan, zou je die namelijk nog kunnen verplaatsen. En zet ik hem in het zwarte, dan zie je wat er gebeurt. Er wordt een stukje zwarte achtergrond in mijn huid neergezet. En omdat de dooslaag helemaal op 100 stond, is dat vrij zacht. Zet ik dat bijvoorbeeld terug, dan is dat opeens weer vrij hard. Nou, dit is natuurlijk niet de bedoeling. Je wil gewoon een mooi stukje huid. Maar kies wel het goede stukje huid. Want als je het iets te donker kiest, dan kom je op dit. En dit is ook niet wat je wil. Nou, je wil gewoon een mooi, een licht stukje. Ik zoom even iets verder in. En als je dan goed kijkt, dan zie je eigenlijk gewoon een heel klein stukje verschil. Ja, Lightroom heeft op zich wel een aardige bron gepakt. Alleen is het net niet helemaal lekker gegaan. Je ziet eigenlijk gewoon nog een klein beetje dat het niet helemaal klopt. Nou, weet je wat? Ik gooi dit gewoon even weg. En ik zet hem op retoucheren. Wederom opnieuw aan de slag en hij pakt hem ongeveer weer uit hetzelfde gebied. Alleen nu heeft Lightroom gewoon meer rekening gehouden met de structuur die eronder ligt. En die heeft gewoon beter zijn best gedaan om dat te corrigeren. Zoom ik even uit en leg ik hem bijvoorbeeld nu buiten neer. Dan zie je dat er eigenlijk gewoon weinig verandert. Ja, mijn puisje is een stuk minder. Uh, nee, het is niet helemaal weg, maar het is ook geen zwart vlekje. Lightroom blijft bij retoucheren kijken naar het oorspronkelijke origineel. In het geval van huid is het aan te raden om op retoucheren te klikken. Dat blijft dan toch gewoon een klein beetje rekening houdend met wat er in de omgeving gebeurt. En dat is gewoon iets beter dan dat je bij klonen gewoon één op één dingen overneemt. En zo kun je eigenlijk op je dode gemak heel de foto af. Probeer eigenlijk altijd een kleine borstel te hanteren. Dat werkt namelijk het meest precieze en je wil gewoon eigenlijk zo precies mogelijk werken. Hou de spatie in om naar de andere stukken van je foto te gaan. Als je je spatie ingedrukt houdt, dan wordt je uh, muiskursor een klein handje en kun je gewoon met je foto schuiven. En op deze manier kun je in Lightroom gewoon hele stukken van je foto langs gaan. Je kunt ook grotere stukken pakken. En eventueel kun je je bronbestand een klein beetje verleggen. En zo ga je gewoon alles langs. Ik ga niet alles langs, dat vind ik een klein beetje te ver gaan. Um, je ziet hoeveel kleine puntjes we hebben gehad, maar je ziet bijvoorbeeld ook nog in het haar of hier op de arm hoeveel kleine puntjes er nog meer zijn te doen. Dat vind ik echter allemaal gewoon een beetje te ver gaan, dus dat laat ik gewoon even met rust. Maar als je bijvoorbeeld gewoon fatsoenlijk inzoomt, dan zie je prima wat je before-effect was en hoe je after-effect is. En zo eenvoudig is het om te klonen of om een huid te retoucheren in Lightroom. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei.